Frank Lama. Yes. We gaan iets spelen van Nieuw-Hollands Zilver. Want de jazz kan wel zeggen, Bernhard kan wel zeggen dat jazz dood is. En dan kan hij het niet schrijven, maar Nieuw-Hollands Zilver leeft er nog gewoon. Of net, hij leeft nog net, denk ik. Maar een van de laatste grote levende jazzlegenden, Horace Silver, een stuk heet Adjustment. Thank you.
Goodbye. No more leading with our chins. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Inmiddels is brutaal als altijd mijn grote vriend Sigrid Geurtsen in de piste gekropen. En nee, hij gaat niet wedijveren met onze gitarist Ton van Engelen die over het hardste kan. Hij gaat een paar prachtige mooie stukken spelen. Jongens, er wordt een cd gemaakt, de mensen willen dat niet. Oké, hij gaat zingen. Eigenlijk wat... Wat heel veel mensen die hier gewerkt hebben kunnen zeggen over het aanbod dat hier gecreëerd is. Heel veel energie gegeven en er misschien nu toch weinig voor teruggekregen hebben, want het stopt gewoon. Hè. G-Baby, ain't that good to you?
good to you. Don't forget, folks, that's what you get, folks.
Niks moois. Onze twee gastsolisten, vrouwelijke gastsolisten, Monique Kersten en Luc Peters gaan een duet zingen. Alles is het moeilijk. En die wil ik graag voor hebben. Thank you.
do, oh 42. Is the end of 42.
Oh.
onze gastenliste, Michiel Geurtsen. Jeroen Dommerdijk. Rob Zijmen. Monique Kersten. Sorry. Liep Peters. We namen afscheid van Marieke van Zutphen. En ontzettend bedankt, gaan we daar Maarten van maken. Dames en heren, dit was Open in 40 voor de 60. Dit was de Witte Nijmegen. Bedankt voor uw aandacht. We gaan erin. Teken in. Waar?